je komt met Lommel vandaag bij KVO spelen. Wat verwacht je van dit KVO? Goh, ja, dat weet ik niet. Ik verwacht iets van Lommel. Ik denk, kijk niet zozeer naar wat Oostende zou kunnen brengen. Natuurlijk is dat een goede ploeg, hè. Dat ga je maar niet horen zeggen, absoluut. Dus voor ons is dat een moeilijke wedstrijd, maar kijk vooral uit naar wat wij kunnen doen. Dus heb je je ploeg aangepast dan naar hoe KVO speelt? Nee. We spelen in dezelfde opstelling als vorige weken eigenlijk al. Dus natuurlijk geef ik wel mee aan mijn spelers wat ze kunnen verwachten van Oostende. En ik heb nu ook gezien, de aanpassing is eerder van Oostende gekomen. Breleur die niet meedoet. Oké, Wallace is dan wel geschorst, maar Koussement in plaats van Breleur. Dus het zal wel wat veranderingen teweeg brengen binnen het elftal van Oostende. Maar goed, spelers weten wat ze kunnen verwachten. Dus en de rest moeten we toch afwachten. Hè. Goed, je hebt duidelijk je huiswerk gemaakt. Misschien laatste vraagje. Heb je een kleine pronostiek voor ons? Ja, ik hoop dat we gaan winnen. Hè. Ja. Dus ik, voor een wedstrijd ben je als trainer altijd hoopvol gestemd dat je ploeg het kan halen. Natuurlijk spelen we op het veld van de derde in de rangschikking. Dus als je zelf tweede bent en je moet naar de derde, ja, dan is dat in principe een moeilijke wedstrijd. Maar we zullen zien hoe dat de wedstrijd verloopt en achteraf kun je het me nog een keer vragen. Hè. Goed, dankjewel voor het interview.